Het was een zeer vermakelijke wedstrijd voor ons. Hoe heb jij het beleefd? Ja, ook wel, denk ik. In de wedstrijd genoot ik bij Vlaag ook wel. Ja. Eerste helft niet zoveel, tweede helft natuurlijk wel. Waar is dat voor jou gevoel de ommekeer? In de eerste helft kregen we niet genoeg druk erop. Omdat we met onze buitenspelers kwamen we bijna in onze laatste lijn te spelen. Waardoor ze centraal veel tijd en ruimte hadden. Ze creëerden niet heel veel kansen, maar we kregen er gewoon geen druk op. Dus dan word je een beetje achteruit gedrukt. En in de rust zetten we dat iets meer om. Dat Jesper Karlsson wat hoger ging staan op Jurien, de centrale. En dat ik ook wat door kon en aan de andere kant hetzelfde. Ja, waardoor je wat beter druk erop kon krijgen. Met een prachtige 1-1 als gevolg. Dat was weer de Wijndal-Karlsson-tandem. Ja, dat was een mooie aanval. En een mooi smerig voorzetje. Kijk, daar is hij. Prima toch? Ja, prima. Wij hadden het er net over. Jullie maken dan ook nog 2-1. Dan doen jullie het eigenlijk hartstikke goed. En wij misten een beetje dat het publiek echt jullie nog even dat laatste zetje geven. Want natuurlijk, jullie hebben het wel echt nodig. Nou, ik moet zeggen dat het publiek wel heel actief was vandaag. En dat we ook veel aan ze te danken hebben, denk ik. Dus misschien dat Ajax die 2-2 scoorde, dat het misschien wat spannender werd. Waardoor het misschien wat stiller werd. Dat snap ik eigenlijk ook wel. Was ook spannend. Ja, maar voor ons ook en voor het publiek ook. Dus, maar ik vond dat ze het vandaag allemaal goed hebben gedaan. Heb jij voor je gevoel dat je weer in een topwedstrijd hebt kunnen laten zien wie Owen is? Jawel. Ja. Ik denk dat ik wel gewoon een goede wedstrijd heb gespeeld. Maar ik vind persoonlijk eigenlijk dat ik de laatste tijd ook wel gewoon goed speel. Alleen het is een beetje ongelukkig met het team. Ja. Dus zeg maar, en daar ben ik natuurlijk ook zelf bij. Ik denk dat we de wedstrijden gewoon domineren en dat we beter zijn. Alleen dat we gewoon op slordige momenten goals tegenkrijgen, waardoor je in de achtervolging moet. Dus dat het nog slechter lijkt dan dat het misschien is. Ja, maar tegen kleinere clubs vooral. De laatste wedstrijden. Maar is dat focus? Is dat... Wat is wat dat? Want hier krijg je eigenlijk ook weer in het einde, het einde dat je die goal tegenkrijgt uit de corner. Natuurlijk standaard situatie, maar tegen de kleinere clubs is het vaak zo dat jullie 100 kansen krijgen en dan uiteindelijk verlies je of speel je gelijk. Ja, maar dat is wat ik zeg. Het is, zeg maar, het lijkt heel slecht omdat je punten verspeelt op het einde. Maar natuurlijk, het moet wel beter, maar zo slecht is het niet. Alleen het lijkt nog slechter omdat je niet wint. Ja. En inderdaad, wat je zegt. Als je gewoon de kansen afmaakt, bijvoorbeeld tegen Sparta in de eerste helft, dat je met 2-3-0 vol kunt staan. En dan is er eigenlijk gewoon niks meer aan de hand. Maar als je heel lang 1-0 blijft of gelijkspel, dan roep je het over jezelf af op een gegeven moment. Dankjewel. Ga lekker naar binnen.